Ja, dit is het meest futuristische elektrische voertuig waar ik ooit in gereden heb. En ja, elke keer als ik eruit stap heb ik een grote lach op mijn gezicht. Maar is deze driewieler zijn hoge prijs waard? En hoe dom ben ik als ik ermee de snelweg op ga? Ah, oh, dit is echt niet fijn. Yo yo yo, ik ben Bram van Bright. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ongeveer een jaar geleden scheurde ik voor de eerste keer door de bochten op de Nederlandse wegen in een Carver. En ik vond het echt waanzinnig. Maar ik miste wel iets. Ik miste namelijk een beetje tempo, een beetje speed. En zie hier de Carver S Plus. En die S, die staat voor speed. Maar wat is de Carver eigenlijk? Het is een overdekte elektrische motor die door een heerlijk ingenieus kantelsysteem fantastisch in de bochten hangt. Alsof je dus een motor bent. Hij is voor twee personen, eentje voor en eentje achter. En had ik al gezegd dat hij heerlijk hangt, wat hangt die kar weg? En het mooie is, het is ook nog een cabrio. De Carver is helemaal bedacht en gemaakt in Nederland, in Leeuwarden. En ondertussen rijden er zo'n 1000 op de Nederlandse weg. En het bedrijf groeit erg hard. Het heeft nu ook een samenwerking met het Britse warenhuis Selfridges. En je kunt daar dus als Londenaar bijvoorbeeld het warenhuis instappen en met een elektrische driewieler onder je reet het warenhuis weer uitrijden. Maar wat is er allemaal nieuw aan deze S Plus ten opzichte van de vorige Carver? Ten eerste dus de speed. Hij kan nu 80 km per uur in plaats van 45. Daarvoor heeft hij een sterkere motor gekregen en ook een grotere accu. Hij kan nog steeds 100 km rijden op een volle accu. Alleen de accu is wel gegroeid omdat hij dus sneller gaat. Ja, ook staan de wielen ietsjes verder uit elkaar. Hij blijft natuurlijk heel smal, maar ze zijn iets verder uit elkaar gezet. Zodat hij nog steeds die mooie scherpe bocht kan hangen van 40 graden. Hij is ook een stuk duurder geworden, 5000 euro duurder, daar kom ik zo nog op terug. En het is eigenlijk een ander voertuig geworden. Je kunt hier niet meer met je brommerrijbewijs instappen. Nee, je moet dus een autorijbewijs hebben of eigenlijk een motorrijbewijs. Als je je rijbewijs hebt gehaald voor 2013 is een autorijbewijs voldoende. Na 2013 moet je ook een speciaal motorrijbewijs hebben. Maar duidelijk het grootste verschil is het verschil in snelheid. En deze Carver hoeft niet meer mee te spelen bij de brommetjes. Nee, deze mag meedoen tussen de auto's. Hij mag bijvoorbeeld op de autoweg. En daarom mag ik nu met mijn Carver door de I-tunnel. Oh, daar gaan we! En daarmee is nog niet alles gezegd, want ook al zegt Carver tegen mij, Bram, doe het alsjeblieft niet, er staat er nergens op de website iets over genoemd, je mag met deze Carver zelfs ook op de snelweg, de autosnelweg, tussen het grote verkeer. Hij kan namelijk harder dan 65 km per uur en dat is de regel, als dat kan, dan mag je op de autosnelweg. Nou wordt het absoluut dus afgeraden, het wordt gezegd, doe het niet Bram, blijf alsjeblieft op de gewone autoweg, maar voor jullie moet ik het natuurlijk toch even proberen. Kak, ik vind het toch wel echt eng, moet ik zeggen. Heb je het niet eerder gedaan? Nee, ik heb zeker niet eerder gedaan. Nee, nee, nee. Ik ben niet snelweg geweest. Ik dacht, we gaan het gewoon voor de eerste keer echt doen. Oh my god. Ook nog de politie hier. Oh, het is het snelheidscontrole. Nou, daar heb ik geen last van. Nee. Oké, okay, daar gaan we. Ja, 85 en 100 is natuurlijk niet zo'n groot verschil. Maar als je in de avond rijdt, 130, 85, is wel echt eng hoor. Zie je, die vrachtwagen haalt me in. Ah, oh, dit is echt niet fijn. Oké, okay, invoegen. Oh, ik hou nu al verkeer op. Wij gaan op de snelweg met mijn Carvertje. Oké, okay, hier is de afrit weer. Ah man, dit is echt helemaal niks dit. Oké. Okay. Nou ja, goed. Voor kleinere stukjes over de snelweg zoals dit. Die paar honderd meter, durf ik het wel aan. Het valt me niet tegen hoe instabiel die wordt bij deze snelheid.
Maar waarvoor is die S Plus dan bedoeld? Kijk, die andere Carver, die langzame Carver, was heel duidelijk gewoon een overdekte scooter. Waarmee je gewoon lekker overal snel tussendoor kon. Ja, dit is toch wel, voelt er toch wel net weer wat anders aan. Ik heb verschillende ervaringen opgedaan. Mijn ervaring bijvoorbeeld in het stadsverkeer, in het centrum van Amsterdam, is dat je heerlijk hoog en droog zit. Dat is super fijn. Je rijdt elektrisch en dat is ook lekker soepel. Maar ik merkte wel dat je dus niet zo snel kan inhalen daar. Dus dat je eigenlijk gewoon met de flow mee moet gaan. Je bent dus niet super snel. Dan mijn ervaring met de Carver als tweede auto, zeg maar. Ja, voor het vervoer van spullen is het best ruim. Toch wel ruimer dan je in eerste instantie zou denken. Dit past wel een krat bier, in ieder geval een kleine krat bier achterin. En ook nog een hoop ruimte achterin op de tweede stoel. Nu heb ik nog geprobeerd om ook mijn kinderen te vervoeren achterin. Ook eventjes naast elkaar gezet. Maar dat werkte niet altijd even soepel. Het is net niet helemaal daarvoor bedoeld. En kinderen kunnen niet over het randje kijken. Dus daarvoor is de Carver niet bedoeld. Dan mijn ervaring als woon-werkverkeer vervoersmiddel. Ja, ik woon zelf in Amsterdam. Ik werk in Hilversum. Dat is zo'n 35 kilometer heen, 35 kilometer terug. Maar heel graag wil je dan toch wel over de snelweg heen. Dat is toch het snelste. En als je over de N-wegen moet gaan, dan ben je toch wel behoorlijk wat langer bezig. Niet een half uur, maar drie kwartier. En 35 plus 35 is 70 kilometer, dus dan moet je elke dag je Carver weer opladen. Dat is ook weer een beetje gedoe. Ik doe er dus gewoon een kwartier langer over. En bij elkaar is dat een half uur per dag. Vind ik toch een beetje zonde van mijn tijd. Voor een paar keer maakt het niet uit, maar op een gegeven moment gaat het denk ik wel vervelen. Waar die wel bijzonder geschikt voor is, zeker op schitterende dagen zoals vandaag, is om echt een beetje te toeren door landelijk Nederland heen met mooie kronkelwegen. Daar is het echt heerlijk voor. En zeker als je een vogelspotter bent, heb je zoveel ruimte, zoveel licht, dat je met je verrekijker achter het glas de schitterendste vogels kan zien, zonder dat je ze afleidt, want je rijdt elektrisch, dus je merkt je niet eens op. Er zijn nog een paar dingen die ik even met jullie wil delen, die ik niet zo geslaagd vind aan de S+. Ja, 80 is leuk, maar het is nog geen 120. Eigenlijk wil ik nu ook wel mee met de echte auto's en op de snelweg ook nog een beetje gas kunnen geven. Ook mag je niet meer op fietspaden zoals deze rijden. Ik wil eigenlijk natuurlijk het beste van alle werelden. Met die andere Carver mocht dat nog wel. Zeker als je een speciale editie had. Ja, nu moet ik gewoon echt gaan opletten en bij het normale verkeer weer gaan voegen. En dat is toch wel even wennen. En het optrekken van de S Plus is wel rap tot een kilometer of 30 per uur. Maar daarna duurt het wel heel erg lang voordat je een beetje op tempo bent. Dat draagt allemaal bij aan het brommengevoel van deze auto. Terwijl je wil eigenlijk een autogevoel. Omdat je toch in een ding zit wat 80 km per uur kan. Maar het deukt allemaal een beetje. Het schudt allemaal een beetje. De achterkant loopt ook een beetje aan. Je hoort een beetje een knassend geluid. Kun je vast al afstellen. Maar het geeft gewoon een beetje het gevoel dat je in een opgevoerde brommer zit. Krijg je een windvlaag van de zijkant, dan moet je ook echt actief corrigeren. Want anders gaat het mis voor je gevoel. Brengt me bij de prijs. Deze Carver S Plus kost bijna 15.000 euro. Oerwet veel geld, jongens. Je kunt er tweedehands elektrische, bijzonder lelijke Peugeotjes voor kopen. Die wel volledig een auto zijn en wel op de snelweg kunnen zonder dat je daarbij hoeft te slikken. Maar goed, dan heb je geen mooie meebuigende Carver natuurlijk. Ja, 15.000 euro is veel geld, ook voor een Carver. Vorig jaar, die Carver die ik testte, was een gehandicapte voertuiguitvoering. Wat eigenlijk heel positief was, want je kon gewoon overal rijden, overal parkeren, zonder parkeerkosten. En je betaalde dan maar 9.900 euro. Dus ja, ik vind die 5.000 euro extra voor die 35 kilometer harder wel behoorlijk aan de prijs. Carver komt trouwens ook nog met de R+, naast dus deze S+. Ongeveer dezelfde Carver als dit, alleen dan wordt die extra accu gebruikt om verdere range te garanderen, namelijk 135 km. En alle Carvers zijn ook beschikbaar als cargo editie, waarin je dus ook gewoon veel meer bagage kan meenemen. Goed, ja, kijk je dus naar die prijs van 15.000 euro, dan kijk je ook meteen naar wat doet de concurrentie. Er is eigenlijk maar één echte concurrent voor Carver, als je het mij vraagt, en dat is de Renault Twizy. Ja, die komt ongeveer rond dezelfde prijs uit als je er in ieder geval ook deuren bij wil hebben. Neem jij genoegen met een mini-auto die maar 45 km per uur kan, dan kan je ook naar Biro kijken of naar de nieuwe Opel mini-auto. Ja, de Biro die ken je waarschijnlijk wel, een hele grote glazen raam aan de voorkant, twee mensen naast elkaar, maar kost met deuren wel ook 15.000 euro. Waar ik zelf nog wel erg benieuwd naar ben, is de Opel ROX-e. Dat is eigenlijk ook een brommobiel, dus hij kan ook maar 45 km per uur. Afgeleid van de Citroën Ami. Maar de Opel ROX-e komt wel officieel naar Nederland, binnenkort zelfs. En dat ziet er toch wel heel erg koddig uit, dat autootje.
Daar ben ik benieuwd naar. Er gebeurt dus een hoop op het gebied van licht elektrische voertuigen. Zeker met nieuwe milieueisen van Europese binnensteden en stijgende brandstofprijzen. En Carver maakt een goede kans om echt een onderdeel te worden van dat straatbeeld. Dus ja, het is een hoop geld en er zijn een hoop nadelen. Maar het rijplezier van de Carver is ongeëvenaard. Daar gaan we weer! Ja, dames en heren. Dit is ook... Je voelt ook als er een auto langskomt dat er dan een windvlaagje op je afkomt. Dit is echt typisch zo'n geval van, als iets kan, hoef je het niet per se te doen.